Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel dingen doen, want dat zeg ik jullie iedere keer weer. En vandaag zit ik met iemand die een hele landelijke, bijna landelijke campagne heeft georganiseerd om de speech, het gesprek te verbeteren. Vandaag zit ik met Marjorie Lieflang en zij is de oprichter en owner van Speech Movement Logopedie. What we need is a little Q-Time. Hi Marjorie. Hi Elena, hoe gaat het? Goed met jou? Goed. Altijd als er logopedisten hier zijn, dan probeer ik extra goed te articuleren. Ja. Misschien voor we echt naar het onderwerp gaan, kan je snel vertellen wie je bent en wat een logopedist eigenlijk doet? Nou, je hebt me eigenlijk al voorgesteld. Ik ben Marjorie Lieflang. Momenteel dus werkzaam op het ministerie van Onderwijs. En op de afdeling Bureau Speciaal Onderwijs. Ook als logopediste daar. En daarnaast doe ik, ben ik bezig dus met logopedie. Dat is eigenlijk dus nu part-time. En dus vandaar dus dat de Speech Movement Logopedie, zeg maar, is ontstaan. Oké, nice. Speech Movement Logopedie. Je bent bij ons, want je bent natuurlijk bezig met een heel mooi project. We hadden het voorgesprek erover. Maar je hebt dus een landelijke logopedie screening opgezet. En die is dus de hele maand september gaande. Misschien kan je ons meer daarover uitleggen. Ja, dus de landelijke logopedie screening is niet... eigenlijk dus de logopedie screening is niet iets van dus dit jaar. Dat we dus recent zijn gestart. Maar ik heb dat... al vanaf zeg maar 2021-2022 heb ik dus, zijn we dus eigenlijk gestart om logopedie dus vanuit de praktijk te promoten. Toen deed ik dus logopedie samen met mijn collega bij het Praathuis, dat is Brendel Kaarsbaan. En toen dachten we van want daar ben ik eigenlijk dus echt gestart. Actief gestart van. Ik ben afgestudeerd en dan nu ga ik eigenlijk dus praktiseren. Toen ben ik samen met Brendel gestart bij het Praathuis. En toen hadden we het erover van hoe gaan we dus het Praathuis eigenlijk nog meer promoten. En toen hadden we zoiets van oké, laten we beginnen bij de peuterscholen, de kinderdagopvang. Want daar is eigenlijk nou, heb je dus die jonge kinderen, waar eigenlijk dus de taalontwikkeling zeg maar echt heel van vroeg gaat. Van start gaat. Ja. En dus dat zijn we dus toen gestart en de landelijke logopedische screening, dus van 2023, zijn dus in feite de initiatiefnemers Brendel Kaarsbaan en Charmaine Belver. Dus die hebben gezegd van, weet je wat, we gaan dus nu gezamenlijk van start, we gaan het gezamenlijk doen en hoe meer chillen, hoe meer vreugd. Tuurlijk. Altijd een feestje. Ja, toch? Samen is altijd leuk als er een goede samenwerking is. Mm-hmm. En ja, ze hebben natuurlijk gevraagd welke logopedist wil participeren. Ik heb natuurlijk opgegeven. En dus vandaar dat heb ik het ook vanuit mijn page gepromoot. Mm-hmm. En dus zo is het zich gaan verspreiden. Nice, oké. Okay. Het is het evenement of het plan is uitgezet. Jullie hebben een periode aangegeven. En nu gaat het dus, het is eigenlijk al begonnen, want het is gestart op 8 september en het is tot 30 september. Tot en met 30 september. Maar iemand die nu kijkt en vraagt zich nu af van wat moet ik me nou erbij voorstellen? Want mijn kind praat wel als niet misschien helemaal goed, maar waarom zou ik mijn kind moeten sturen? Of kan ik ook zelf gaan als ik een volwassen persoon ben? Ja, kijk, logopedie is niet alleen voor kinderen. Logopedie is het versterken en ondersteunen van de communicatie tussen jou en een ander. Toch? Dus mocht het zijn dat er volwassen mensen zijn die moeilijkheden hebben met het praten, het communiceren met derden, die er dus er last van ondervinden, dan kunnen ze ook gewoon stappen naar een logopedist. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als we kijken naar mensen die een beroerte hebben gehad. Mm-hmm. Toch? En de spraak is uitgevallen, dan kunnen die mensen ook zeker weten naar de logopedist. En zeker ook vanuit het ziekenhuis mm-hmm. komt de logopedist ook even langs om te kijken hoe dat allemaal zit. En later worden ze dus dan verder verwezen. Mm-hmm. En als het dus gaat om kinderen en ouders van mijn kind praat nou toch nog redelijk goed.
als jij je bezorgd maakt als ouder omtrent het praten van je kind, dan zou ik zeggen van ga. Ook al laat je dat kind niet direct screenen, maar ga tenminste voor informatie. Als je niet ernaartoe kan gaan, kijk waar logopedisten dus op Facebook zijn. En dan kan je dus die benaderen, appje sturen en dan word je zeker gecontact. Alright. Maar dus die dag zelf, dus nu, terug naar deze maand voor die screening. Mm-hmm. Als ik mijn kindje opgeef, wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Zitten we de hele dag daar? Nee. Dit is het, hoe lang duurt het? Een normale logopedische screening is een half uur. Toch? Het kan soms natuurlijk uitlopen aan de hand van de situatie. Maar een logopedische screening of een logopedische consult duurt 30 minuten. In verband met deze landelijke screening hebben we het een beetje dus opgekrikt, 15 minuten extra. En je komt daar, je meldt je kindje aan, je wordt gecontact, je komt daar, je zit en er worden dus een paar vragen gesteld. Niet om, zeg maar, nieuwsgierig te zijn van wat er dus allemaal thuis speelt. Eigenlijk toch wel, want het is belangrijk, toch? Kind. Maar dus niet dat men gaat zeggen van, maar wat wil deze nou weten? Mm-hmm. Weet je, we willen dus eigenlijk een beeld krijgen of in kaart brengen van wat jij als ouder nu al doet. Hoe jouw kind met jou communiceert, het zij verbaal of non-verbaal, dus met of zonder woorden. En dat je dus, dat we dus die informatie krijgen en dan van daaruit kunnen vertrekken om advies te geven indien nodig. En dus de screening houdt in dat de logopediste met het kindje gaat zitten. Eventueel, dat kind wordt ook geobserveerd. We kunnen dus een spontaan gesprek proberen op te wekken. Het kind vragen stellen, naar plaatjes laten kijken. Dus zodat het kind misschien iets kan vertellen. Kijken als het kind aanwijst. We zetten dus voorwerpen voor dat kind. Zeker dus ook, leeftijd speelt dus daar ook een rol. Daar zetten we dus ook voorwerpen voor dat kind. En kijken van, wat doet dat kind allemaal? Hoe gaat dat kind daarmee om? Welk speeltje vindt dat kind interessant? En dus dat is allemaal dus observatie voor ons als logopedisten. Daarna vindt eigenlijk dus de screening plaats en dan zetten we een plaatje. Dat kind moet dus aanwijzen. We gaan kijken hoe dat kind articuleert. We gaan kijken als dat kind meervoudsvormen kent. We gaan dus ook kijken als dat kind voorzetsels kent. Hoe de zinnen gevormd worden. En als dat kind eventueel een samenhangend verhaaltje kan maken. De plaatjes en zo. Van dus de plaatjes. Overal is het een super kindvriendelijke experience. Dus mm-hmm. Als ouder hoef je zeker weten niet bang te zijn niet dat het eng is. Of dat kindje aan. Dat is very good. En ik keek weer naar de flyer. Het is niet alleen een Paramaribo. Dat is het mooie ervan. Want jullie gaan naar 5 districten. Ja. Hoe het over de maand verspreid is. Zijn er gewoon logopedissen over al die districten? Ja. Dus de logopedissen die zich nu hebben opgegeven. Zijn en wonen dus in die districten. Mm. Dus als je het registratieformulier openmaakt en dan kan je dus daar zien waar bij jou in de buurt is die logopedist gevestigd en dan kan je dus daar naartoe gaan. En dus de logopedisten wonen gewoon in die districten hoor. Dus niet dat wij vanuit Paramaribo nu naar Para gaan en zeggen van hey, we hebben een dagje in Para. Nee, die logopedist die in Para gevestigd is, zij gaat u dan contacten als je dus bij haar hebt opgegeven. Oké, en waar kan ik me opgeven? Er is nu op social media, dus die flyer wordt verspreid en dan kan je dus naar die link gaan. Mm-hmm. En we willen het zo transparant mogelijk houden, dat dus alle logopedisten dus toegang hebben tot het formulier en kijken van wie heeft zich bij mij aangemeld, zodat zij hun cliëntje kunnen contacten. En dus vandaar dat je dus via die link je zou moeten registreren. Yes. Oké, u gaf aan social media. Op welke pagina? Op de pagina van Speech Movement? Ja, op de pagina van Speech Movement Logopedist. Ik dacht ook dat de logopedie het praatbox. En dus als je een van ons contact, je kan ook bijvoorbeeld het praathuis contacten. Mm-hmm. Als je dus een van ons contact via Messenger of gewoon via onze appnummer, dan kan je dus de link
van ons krijgen voor de registratie. Oké, prima. We weten al wanneer het is, we weten al wat er gaat gebeuren, we weten al welke buurt of welk districtje zou kunnen gaan. Wat is de prijs die je moet betalen? Want natuurlijk, het is niet gratis, een investering, zeg maar, ja, in je kind. Ja, het is een investering in je kind. Het is ook een investering voor jou als ouder zelf, ja. Zodat je dus eigenlijk ook weet van, wat kan ik allemaal nog meer doen? Mm-hmm. Wat kom ik tekort, weet je? Die informatie is er gewoon. We zijn er daar om je die informatie te geven, maar gewoon een luchtig gesprek met je te voeren. De kosten zijn dus gesteld op 350 SRD. Mm-hmm. Wat krijg je dus allemaal voor die 350 SRD? Mm-hmm. Na de screening krijg je dus ook een verslag van ons. Dat is eigenlijk gewoon standaard. Je krijgt gewoon een verslag. En het contact blijft. Je kan dus altijd contact met ons opnemen. En als je dus ervoor kiest, naar aanleiding dus wat het resultaat is na de screening, dan bent u dus vrij om een keuze te maken om dan, indien logopedie nodig is, dat u dus dan gewoon bij ons kan langslopen. Nou, dat sounds like everything is worked out en dat het alleen maar goed kan komen. Alleen maar goed kan komen. Nou, ik ben super blij dat je bent geweest om hierover te vertellen. En ik wil jullie alvast heel veel succes wensen. En ik hoop dat iedereen die een kindje heeft of denkt dat zijn of haar kindje een screening verdient, direct opgeeft. Ja, zeker. Omdat het is namelijk ook zo dat ouders denken dat de taal of de communicatie vanzelf op gang komt, maar dat is het niet. Kijk, vroeger, als je teruggaat naar de tijd van je oma, en weet je, alle kleinkinderen die in de vakantie zo bij elkaar kwamen, weet je, dan hadden we de hele familie bij elkaar, alle oudjes zo, tantes zitten zo bij elkaar. En dan was er echt van, we gaan tori praten, iedereen hoort elkaar stemmen, geluiden, van alle kanten. Maar wat zie je nu? Wanneer we naar huis gaan, ouders zijn, we zijn zo moe. En hebben we ook nog die technologie die een rol speelt. Waardoor we gewoon zeggen van, wat wil je? Ik ben nu moe, ik kan nu niet met je spelen. En dan worden ze dat kindje rustig aan de kant zetten met een tablet. Of die moeder gaat zitten met een telefoon, want die moet gesprekken zien. Misschien ook haar eigen onderneming. Of heeft ook, de vader heeft ook zo'n drukke baan, want vaak praat het over de moeders. Maar er zijn ook echt vaders die echt bezig zijn met hun kinderen. En dan zitten ze dus ook en dan is er gewoon geen communicatie, dat gaat helemaal verloren. Ja. Ook aan tafel. Hoeveel van ons zitten nog echt aan tafel om te eten? Ik niet. Toch? Dus daar heb je dus ook een kans gemist om de communicatie tussen jou en je kindje op gang te brengen. Nee, maar gelukkig zijn jullie er en daarom is dit... Dit project is super belangrijk en ook echt een mooie kans om direct gebruik van te maken. Ja, en zeker hebben we willen, los van deze 5 districten, willen we dus dit zeker ook dus uitbreiden naar de andere districten, omdat de vraag ernaar ook is. En we weten dus ook zeker dat er mensen in de andere districten zijn die onze hulp nodig hebben. Dus, maar dat kunnen we niet allemaal dus uit eigen middelen. En dus moeten wij op zoek gaan naar sponsoren. Of donoren. Of voor donaties. Dus mocht er iemand zijn, dus die naar het programma kijkt. En u zegt van nee, ik wil dat dit verder wordt voortgezet en dat dit doorgaat. Dan kunt u dus contact met mij alvast opnemen. En dan komt u dus ook in contact met de andere initiatiefnemers. Goed plan. Nogmaals bedankt voor het komen. Ja, dank u wel. Ben je nog... Ja, dus mensen die nu kijken naar dit programma, maakt u zich geen zorgen, al te veel zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw kindje. Indien u zich nu daarover zorgen maakt, er is hulp. Hetzij het kindje begeleid moet worden, hetzij u de informatie nodig heeft, er is ook hulp voor u. En we zijn er als logopedist om u allemaal te helpen. En ook waar u bent u in Paramaribo, Nikeri, Wanica. De technologie is zo ver dat we dus gewoon telefonisch ook contact kunnen onderhouden. We kunnen bijvoorbeeld een Zoom-sessie of een Google Meet-sessie inlassen. En dus ook face-to-face, aan de hand van dus de afstand, dat we dus de informatie naar u overbrengen. Nou, helemaal prima.
Nou, nu voor de laatste keer. Nogmaals bedankt voor het komen. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Marjorie Lief lang bij ons in de studio. Zij is de oprichter van Speech Movement Logopedie. En ze hebben samen met een aantal andere logopedisten een project opgezet voor de hele maand, zo goed als de hele maand september, dat jij jouw kindje kan laten screenen. En dus dit project heet een landelijke logopedische screening. Het kost maar 350 SRD. Ga je naar de Facebookpagina van de Speech Movement Logopedie. Daar is een post, daar is ook de link om je te registreren. Je wordt gecontact, je kindje wordt goed gescreend. En als er niets aan de hand is, prima. Is er something? Er zijn genoeg logopedissen in zo goed als bijna heel Suriname ready om jouw kindje te helpen. Zo wacht niet, ga direct naar de Facebookpagina, registreer je kindje, get the screening done en... Investeer in je kindje. Bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.